In natuurgebied Schilhoek bij Stellendam, niet ver van de Haringvlietsluizen, verrijst een reuzenei. Samen met Vogelbescherming Nederland zijn we hier een enorm ei aan het maken, Birds Ei. Er is geld vrijgekomen van de Nationale Postcode Loterij om projecten rondom het Haringvliet te doen. Nou, waaronder dit project. En het is de bedoeling dat dit een mooi vogeluitkijkpunt, oftewel vogelobservatorium, gaat worden. Waar mensen vogels kunnen kijken, met name grote sterns, visdiefjes, alles wat hier op de eilanden voor de plaat van Schilhoek aan het broeden is. Het wordt zeker niet zomaar een vogelkijkhut. Je komt straks in het ei via een tunnel. En daar kom je al de eerste verrassingen tegen. Die tunnel, dat is zo gemaakt dat je, er zitten oeverzwaluwen, die kunnen er gaan broeden tegen de buitenkant van de tunnel aan. En vanuit die tunnel kan je eigenlijk spieken om een hoekje naar de oeverzwaluwen. Er komt ook een geluidsoor in. Dat is een soort locatie waar het geluid van buiten versterkt wordt, waardoor je binnen in de tunnel meer het geluid van buiten hoort. Van lepelaars of grote zilverreigers die er vlakbij aan het fourageren zijn, voedsel aan het zoeken. Het moet echt een beleving worden en niet zomaar een scherm met een paar gaten erin waar je naar vogels kan kijken. Nu kan er volop geklust worden, want de meeste vogels overwinteren in warmere gebieden. Maar voor 1 maart moet alles klaar zijn.